Hoi, superleuk dat je kijkt naar New View op mijn kanaal. Ik heb weer de favoriete producten voor jullie en deze keer zijn het de favoriete producten van oktober. Oktober was een goede maand, want de bakje zit vrij vol. Ik heb echt heel veel verschillende producten, ook wel volgens mij wat meer verschillende merken. Al ben je natuurlijk wel van mij gewend dat er veel Essence en Cartrice bij zit, omdat dat toch een van mijn favoriete merken zijn. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik van oktober nou super fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een oogschaduwpaletje van Essence en dat is Be An Original. Dat is dit oogschaduwpaletje. Heeft eigenlijk de naam 05 Dare To Be Bold. Dit is een oogschaduwpaletje met best wel felle kleuren. De doosjes die lijken heel erg op de doosjes die ze ook eerder hadden, de palettes. Die waren ja, ook met een zeemermin en ja, die hadden hele verschillende tinten, zeg maar. En ze hebben dat een beetje doorgetrokken in deze. Dit is het paletten. Er zitten 10 kleurtjes in. Zoals je kan zien, dat zijn best wel felle kleuren. Je moet hier wel van houden. Ik vind het zelf wel leuk om echt te experimenteren met kleur. Maar ja, als je hier niet zo van houdt, dan is het misschien al gauw een beetje te heftig. Het enige nadeel wat ik vond is dat de pens best wel klein zijn. Vooral die hier aan de zijkant. Je kunt zien, je kunt er niet heel erg makkelijk in dippen met je kwast. Die in het midden, die zijn dan eigenlijk prima. Dat vond ik het enige nadeel. Maar de oogschaduw zelf is heel erg goed gepigmenteerd. De kleuren komen mooi overeen. Maar ja, het nadeel is dat je paletten best wel snel vies wordt. En als ik ergens niet van hou, is het een heel vies paletten. Maar ondanks dat vond ik het echt een heel mooi paletten. Ook omdat de kleuren gewoon goed gepigmenteerd zijn en ik hier wel van hou. Dan heb ik twee lipsticks en deze zijn van de HEMA. Dat zijn deze. Dit is een limited huls. Dit zijn hulsjes die je normaal niet snel ziet. Maar deze waren limited editie. Ze hadden 3 varianten. Ook nog één met een panterprintje. Maar ik vond deze twee heel erg leuk. Ik heb allereerst de 06 Rosy Sprinkles. Dit zijn lipstickkleuren die ze standaard bij de HEMA verkopen. Alleen nu zat er dus een limited editie huls omheen. Dus de kleuren kun je nog steeds kopen. Alleen ik weet niet of die limited huls er nog omheen zit. Dat zijn vrij low budget lipsticks. Want ze zijn 4 euro per stuk. Dan is dit het kleurtje. Ja, ik vond het meer roze-paarsachtig. Ook een beetje, ja, toch licht rood. Maar ik vond het wel een heel mooi kleurtje. Hij bracht fijn aan op de lippen. Voelde ook zacht aan. Het is verder geen matte lipstick. Want hij heeft wel gewoon een kleine shimmering. Maar ondanks dat vond ik dit wel een heel mooi kleurtje. En ik was eigenlijk altijd al wel favoriet van de lipsticks van de HEMA. Alleen moet ik zeggen dat ik de laatste jaren eigenlijk niet echt meer make-up bij de HEMA heb gekocht. En dat zie ik nu wel terug, is dat ze ook echt namen hebben gekregen. Dus dat was deze. Dan heb ik ook deze hele toffe met deze hartjes op de huls. Dit is de 16 Modi Merlot. En deze vond ik nog het allermooist, want dit is dan echt een goed rood kleurtje. Nou ja, als jullie mij langer volgen, weten jullie dat ik echt van rood hou. Ook dit brengt fijn op de lippen aan. Goede pigmentatie, hele fijne lipsticks. En ja, ik ben toch wel gevallen voor de hulsen. Maar deze kleuren zijn dus standaard verkrijgbaar. En ja, ik weet dus niet of de limited huls er nog is. Maar de kleuren zitten standaard in het assortiment van de HEMA. Dan heb ik deze Volume Booster Lash Primer van Essence. En deze belooft een super volume en bevat super fruits. Ik hoop dat die een beetje goed overkomt voor jullie. Het is wel een huls die opvalt in mijn stash. Want ja, dat witte dat ga je gewoon snel zien. Deze breng je aan voordat je je mascara aanbrengt. En ik was echt heel erg enthousiast. Ik dacht eigenlijk eerst dat het ook een soort kuurtje was. Dat is het niet. Want eigenlijk als je deze aanbrengt en je brengt je mascara eroverheen aan, heb je gewoon gelijk superveel volume. Ik geloof normaal niet zo heel erg in dit soort producten. Maar deze was echt super goed. Dit is, hij komt niet echt lekker over, het borsteltje, een heel fijn borsteltje, hele fijne haartjes zitten eraan. Echt super, super fijn product. Ik was hier echt heel erg enthousiast over. Er zit ook acai olie in en mango butter en hij zou ruiken naar fruit. Nou, ik ruik wel heel lichtjes fruitgeur, maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit omdat ik er toch een mascara overheen aanbreng. Maar ik was hier echt heel erg enthousiast over. Ik had echt ineens super veel volume.
Dan heb ik de Golden Dust Highlighter Drops van Catrice. Dat is deze. Dat zit in zo'n pipetverpakking. Heel mooi glazen flesje. Heeft hij ook nog een naam? Ja, 010 Space Gold. Heel fijn product. Je moet hem wel goed schudden voor gebruik. Dat staat er ook echt op. Dan is dit gewoon het pipetje, zeg maar. En hier zit je product in. En ja, je kunt het gewoon aanbrengen met je vingers, maar ook op een kwast. Ik breng dit zelf aan onder, over mijn foundation heen en onder mijn poeder. Ik moet echt zeggen dat ik het effect super mooi vond. Want nadat ik de poeder had aangebracht, zag je de highlighter er heel erg mooi doorheen. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag bij dit soort producten. Maar dat deed deze gewoon echt super goed. Dus ik was echt super enthousiast dat dit zo heel goed werkte. En ja, had ik in eerste instantie niet verwacht, maar echt een hele fijne highlighter in een vloeibare vorm eigenlijk. Dan heb ik een wenkbrauwkitje van Max & More. Verkrijgbaar bij de Action. Dit is een wenkbrauwkitje met een wax en een poeder. En ik heb hem in de kleur 221 Light Medium. Zit gewoon in het standaard doosje wat we eigenlijk wel gewend zijn van Max & More. Althans, als je er vaker make-up van hebt. Ik zal hem er eventjes uithalen. Dit is het paletje. Het is een heel fijn paletje. Niet heel groot. Op de achterkant staat de kleur ook nog eens goed aangegeven. Het is een basic verpakking. Gewoon gemaakt van plastic. Maar dat past wel bij de Action. Je hebt er een kleine applicator bij. Met een... God, ik ben even de naam kwijt hoe je dit noemt. Ja, dus het is niet echt een spons. Het is een ander, harder soort variantje. En er zit een klein kwastje in. Nou, ik gebruik die applicatortjes nooit omdat ik mijn eigen kwasten gebruik. Hij is wel super poederig. Dit is de wax. De witte is de wax en je hebt drie kleuren poeder. Nou, ik had voor deze gekozen. Hij had voor mij nog een tikje donkerder gemogen. Je moet hem wel echt wat meer van aanbrengen om je wenkbrauwen goed te vullen. Maar ik denk zeker als je net begint met make-up of als je niet zo heel veel geld eraan uit wil geven, dat je hier prima mee uit de voeten kan. Omdat je eigenlijk een heel compleet paletje hebt. Dat vond ik wel super leuk. En het is natuurlijk ook nog eens lekker betaalbaar. Dus dat is dit wenkbrauwkitje van Max & More. Dan heb ik wederom een oogschaduwpalette van Essence. En dit is het Hello New York Eyeshadow Palette. En ik vind die verpakkingen al gewoon heel erg prachtig. Dat mooie New York die je op de achtergrond ziet. De mooie glimmende variant. Ik zal het even het blaadje eruit halen. Op de achterkant staat gewoon wat meer informatie over het palet en de ingrediëntenlijst. En dit is de binnenkant. Hij heeft een hele mooie spiegel met holografisch effect. En dan loopt die tekening loopt door. Dat vind ik super tof. Dit zijn de kleurtjes. Dit zijn wat koelere tinten. Maar je kunt hier echt hele mooie looks mee maken. Je moet wel van dit soort kleurtjes houden. Kijk, ik hou hier wel van. Ik hou wel van om een beetje te experimenteren. Als je liever een beetje op het safe gedeelte blijft, zou ik zeggen van nee, doe het dan maar niet. Want het zijn best wel heftige kleurtjes. Goede pigmentatie. Je kunt het ook zien, want ik heb in een aantal flink gedipt. En dan blijven er ook echt plekjes achter. Echt een heel erg mooi palette. Ik heb hier echt hele mooie ooglooks mee gemaakt. Ik ga hier zeker nog hele mooie ooglooks mee maken. En gewoon die buitenkant, ja, ik hou daar toch van. Dan heb ik een mascara van Catrice. Dit is de Iconista Lash Millionizer Volume Mascara in 010 The Best or Nothing. En dat is deze. Dit is de standaard verpakking. Je hebt hem tegenwoordig ook in een waterproof variant. Heb het nog niet getest, maar wat was ik enthousiast over deze mascara. Ik zal even het borsteltje laten zien. Het is wel een borsteltje die... Waar ik dan weer niet blij van word. Want hij heeft hele korte haartjes en hij is van plastic. En ik hou er niet zo van. Maar ik vond het bij deze minder onprettig. Omdat hij toch een beetje schuin afgesneden is. En hij bracht de mascara heel goed aan. Omdat hij vrij korte haartjes heeft. Kun je ook heel makkelijk bij de haartjes, zeg maar, die wat moeilijker te bereiken zijn. En het volume wat deze mascara gaf. Wauw, ik was echt heel erg onder de indruk. Ik kom zelden een mascara tegen die ook echt het volume geeft. Wat hij belooft, maar mijn wimpers leken er ook een stuk langer van. En dat, ja, ik was echt een soort van impressed over deze mascara. Dat dat zo goed werkte, dus daar ben ik ook heel enthousiast over. Dan heb ik nagellak van Sally Hansen. En dit is de
Miracle Gel Nail Polish. Ik heb de topcoat en de nagellak zelf. Ik zal even beginnen met de eerste. Dit is het kleurtje. Het is een beetje roze. Hij heeft ook een naam. 258 Regal Rose. Het is heel klein. Het is een heel mooi roze kleurtje. Wel een beetje licht, maar ik vond het wel heel erg mooi. Misschien als ik hem opdraai dat hij nog net wat beter overkomt. Het lijkt een beetje parelmoer, zeg maar. Maar gewoon een heel erg mooi kleurtje. Maar wat was ik enthousiast hoe lang dit bleef zitten. Ik heb normaal als ik nagellak aanbreng. Nou, vooral dit is een gel die je zonder lamp aanbrengt. Nou, als ik dat normaal doe, en dan heb ik wel de goedkopere merken. 1,5 dag, ik heb chips. Deze bleef gewoon werkelijk waar 7 dagen mooi zitten. Ik had op een gegeven moment wel een paar kleine chipjes, maar dat was niet zo ergelijk als de chips die ik normaal krijg met dit soort nagellak. Dus echt fantastisch deze nagellak. En de topcoat die erbij hoort, dat is gewoon deze. Dat is gewoon een zwarte. En die breng je er overheen aan om het allemaal wat langer te laten zitten. En ja, deze twee in combinatie waren echt top. Echt heel erg verrassend. Heel erg blij mee. Mocht ik ooit weer van deze nagellak tegenkomen, ga ik zeker nog een paar kleurtjes bijhalen. Want echt een topproduct. Wederom een oogschaduwpalet. En dit is het Instant Glam oogschaduwpaletten van Catrice. Dat is deze. Dit is een oogschaduwpaletten met de naam 010 It's a Match. Hier zit eigenlijk een gebruiksaanwijzing bij. Het staat op de achterkant. Ik heb hem alleen zo niet gebruikt. Want wat is de bedoeling? Er zit een hele brede applicator bij. Het is een spotapplicator die heel breed is. De bedoeling is eigenlijk dat je deze in het midden zet van je oogschaduw. En dan gaat heen en weer gaat, zodat je beide kleuren op het applicatortje krijgt. En dat je hem dan zo, dat je beide kleuren eigenlijk ook op je ogen kunt aanbrengen. Nou, ik vond het niet echt heel erg handig te uitzien. Dus ik heb het lekker op mijn eigen manier gedaan. Dus ik heb beide kleuren gebruikt. Maar dan wel met mijn eigen kwastjes. Maar de kleuren, je kon echt hele mooie oogschaduwlooks hiermee creëren. Ik vind het dan toch wel weer leuk om ook een beetje te spelen met andere kleuren. Maar echt, ik was hier wel heel verrast door de pigmentatie. En de kleurencombinaties pasten heel erg mooi bij elkaar. Dus dat vond ik echt super top. Daar was ik ook heel erg blij mee. Ondanks dat ik het niet helemaal heb gebruikt zoals het misschien aanbevolen wordt. Dan heb ik 3 producten van MUA. En deze komen uit de Glow X Collection. Dit zijn namelijk de Roll-On Eye Shimmers. Het zijn deze 3 flesjes. En ik was een beetje huiverig van hoe ga ik dit doen. Maar toen ik het eenmaal had gedaan, was ik super enthousiast. Ik heb hem in de blauwe kleur, heeft de naam Tropical Azure. Heel mooi blauw tintje. Nou, wat is de bedoeling? Je gaat gewoon hiermee over je oogleden heen. Dus je rolt dit als het ware gewoon over je oogleden. En dan komt er echt een hele mooie intense kleur vanaf. Je kunt het natuurlijk combineren met andere kleurtjes, zoals ik het zelf heb gedaan. Maar eigenlijk kun je dit ook gewoon enkel gebruiken. Super tof. Gewoon het pigment wat hiervan afkwam. Ik was heel erg verbaasd. Ik had nog nooit dit soort producten getest. Maar ik was zo verrast. Ik vond het zo erg mooi. Je kunt ze ook nog als highlighter gebruiken over je lichaam of zo. Nou, ik vond de kleuren daar iets te heftig voor, maar het zou kunnen. Dus dat is de blauwe kleur. Dan heb ik ook een soort goudkleurtje. Deze heeft de naam Dessert Shimmer. En de rode heeft, dat is deze. Dat is de Morcocan Spice. Dus echt 3 hele fijne rol-oogschaduws. En ik ben er eigenlijk gewoon gelijk super fan van. Want wat een pigmentatie. Dan heb ik van Catrice 2 Aqua Ink Lip Liner. Met een ultra long lasting finish. Dat zijn deze 2. Ik zal even beginnen met het roze kleurtje. Deze heeft de naam 040 Back to the Fusia. Het bijzondere aan deze lip liner is dat hij dus semi-permanent is. Er zit ook nog een aloe patanol in en vitamine E. En het bijzondere aan deze is misschien wel eventjes het puntje. Want er zit geen gewoon puntje aan, maar een balletje.
Hier moest ik wel even aan wennen, want je moet wel echt even leren om het heel precies aan te brengen. Maar het zag er heel erg mooi uit. En vooral als je een juiste kleur lipstick of lipgloss erbij aanbrengt. Ik was daar heel erg enthousiast over. En ik had niet verwacht, ik ben best wel een beetje kieskeurig met lipliners. Want over het algemeen vind ik een lipliner al snel te hard. Ik heb liever lipliners die je omhoog kunt draaien, omdat de textuur gewoon iets zachter is. Maar deze was ik wel heel erg enthousiast over, dat dit ook zo goed bleef zitten. Dus dat was het roze kleurtje. Dan heb ik ook een rood kleurtje. Die heeft de naam 050 Don't Copy My Poppy. Dat is dit kleurtje. En die heeft dan hetzelfde puntje uiteraard. Maar ik was wel heel erg enthousiast over deze twee Aqua Ink Lip Liners. Met een Ultra Long Lasting Finish van Catrice. Dan wederom een oogschaduwpalet. En dit is het I Flirt Party Look Eyeshadow Palette van Essence. Ik had deze al wat langer in mijn stash liggen. En ik dacht, die ga ik nu toch maar eens reviewen. Allereerst vind ik de koffer heel erg leuk. Dit is gewoon van karton. Er staan allemaal oogjes op. Heel erg leuk. Het palet zelf is ook best wel groot. Want dit is het palet en er zit 36 gram in. Ik ga hem even laten zien. Er zit een grote spiegel in. Let er niet op, hij is niet helemaal proper meer. Er zit een spiegel in en dit zijn de kleuren. Je hebt echt wel veel variatie. De namen van de kleuren staan er ook onder. Je hebt veel paarstinten, goudtinten. Dit is vooral ook heel erg leuk met kerst bijvoorbeeld of andere gelegenheden. Het zijn wel gewaagde kleurtjes, dus je moet hiervan houden. Ik hou hier persoonlijk wel van. Ik vind het leuk om hiermee te experimenteren. Maar als je naar de onderste rij kijkt, heb je bijvoorbeeld ook wel wat nude kleuren. En dat geldt voor de eerste rij ook. Dus eigenlijk de eerste rij en de onderste rij zijn vrij neutraal. En dan de tweede en derde rij, die zijn wat meer heftiger. Natuurlijk kun je alle kleurtjes met elkaar combineren. Dus ik was hier wel heel enthousiast over. Goede pigmentatie, zijn wel heel poederig. Maar ja, vaak is poederig een goed teken qua pigmentatie. Dus dat is dit mooie Eye Flirt Eyeshadow Palette van Essence. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En dat zijn de Stay Matte Liquid Lip Colors van Maybelline. Zoals jullie weten ben ik heel erg dol op lipproducten. En toen ik deze tegenkwam was ik hier wel heel erg benieuwd naar. Ik heb allereerst een 0500 Firestarter. Het zijn deze hulsen. Ze zijn ook mat. Ze blijven heel erg goed op zijn plek zitten. Het zijn liquid lip colors zoals ik al zei. En ze drogen dus heel mooi mat op en blijven echt de hele dag goed zitten. Ze hebben ook een vrij goede applicator waar je lekker de product mee aan kan brengen. Dus dat is deze. Die vond ik echt super fijn. Het duurt wel even voor die goed mat is opgedroogd. Maar als hij eenmaal mat is opgedroogd, blijft hij ook gewoon heel erg mooi zitten. Je lippen worden er op zich ook niet heel erg droog van. Al raad ik altijd wel aan als je een mat product hebt gebruikt. Smeer gewoon lekker als je je make-up eraf haalt even lekker een lippenbalsem op. Want ja, dat is nooit verkeerd. Helemaal niet met het weer wat we nu hebben dat het wat kouder is. Dat is allereerst de rode variant. Ik heb ook een roze variant. En dat is de 210 Rose and Shine. En dat is dit hele leuke mooie kleurtje. Het geldt hetzelfde eigenlijk als die andere. Hier zie je de kleur net iets beter. Hij is net iets zachter. Ik vind het leuk om af te wisselen. En roze en rood zijn wel mijn favoriete lipkleuren. Dus ik ben heel erg blij met deze twee Stay Matte Liquid Lip Colors van Maybelline. Rimmel. En ze ruiken ook nog super lekker. Dan waren dit mijn favoriete producten van oktober. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Het was best wel een volle editie. Ik ben ook wel weer blij dat ik nu straks de spulletjes in mijn stash kan stoppen. Want de producten van november staan alweer klaar om ook erbij gepakt te worden om in het mandje te gaan. Wat ik fijn vond. Dus dat is dan wel weer prettig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste product vonden wat ik je heb laten zien. Misschien heb je zelf een product getest waar je ook heel enthousiast van werd. Of zie je een product waarvan je denkt, nou, ik ben wel benieuwd. Ik zou het graag willen testen. Laat het zeker even weten bij de comments. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je dan heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Ook op mijn kanaal zelf is dit mogelijk. En als je dan even het belletje aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!